the number you have dialed. Imagine. Ready to create Utopia. Nou, niet als een echte veilige samenleving. Onveilig. Er zijn veel mensen die niet meer de straat op durven, die uitgescholden worden. Een beetje respectloos ten opzichte van elkaar. We kunnen het veel leuker hebben met elkaar. Als we ook eens even wat meer respect hebben, wat gezelliger zijn met elkaar. Ik vind dat, als je kijkt naar de zorg, dan maak ik me daar ook zorgen over. Want wij zijn niet in staat om bijvoorbeeld de ouderen in onze samenleving, die hebben gevochten voor onze welvaart, om die goede verzorging te bieden. Dus al met al, er moet wel wat veranderen. Ik wel. Ik ben natuurlijk bezig met Trots op Nederland. En wat ik graag wil is dat iedereen in Nederland die meedoet in de samenleving ook weer trots wordt op Nederland. En daar ben ik iedere dag volop mee bezig. En zowel in de Tweede Kamer als overal op straat. Nee, helemaal niet. Nee hoor. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd nu weer in Haiti. Daarvoor met het tsunami, maar geen voortekens. Nou, ik zou graag zien dat mensen elkaar weer met wat meer respect gaan behandelen. Ik vind, als je in een samenleving wil wonen, in dit geval een Nederlandse samenleving, nou, dan leer je een Nederlandse taal. Dan leer je de waarden en de normen van Nederland. En dan doe je lekker mee. En heel veel mensen doen dat ook. Er zijn een aantal die er wat minder doen. Daar hebben we een probleem mee. Daar moeten we ook handhaven. Maar voor de rest moeten we elkaar ook helpen. Om al eens een stapje harder voor elkaar lopen. Nou, een beetje voor elkaar zorgen. Dan gaat het een stuk beter. Nou, om aan de ene kant uit te gaan van vertrouwen. He, mensen vertrouwen, mensen de ruimte geven om hun eigen leven in te richten, bijvoorbeeld om zich te ontwikkelen, om zoveel mogelijk van hun capaciteiten te gebruiken. En aan de andere kant, voor mensen die dat niet willen, gewoon heel helder handhaven. En ik denk dat dat heel duidelijk moet zijn op het moment dat we durven te handhaven en heel duidelijk zeggen, dit zijn de wetten. En je mag van de overheid verwachten dat die wetten ook gehandhaafd worden. Dan voelen veel meer mensen zich ook weer veilig en vrij om te doen wat ze willen.